We staan hier buiten in de tuin van ons huis. En de boeiborden waar we nu naar kijken, die heb ik in twee verschillende verfsoorten geschilderd. Het boeibord van de carport staat in de Rubel XD. En het boeibord met licht gelige kleur van de berging is in Rubel SB geschilderd. Beide zijn al langer als 8 jaar geleden geschilderd. Het boeibord van de berging is zelfs 13 jaar geleden geschilderd. En wie kritisch kijkt, ziet dat de verf nog steeds glanst. En ik laat de verf expres heel lang staan, zodat ik kan zien in welke mate de verf degenereert. En ook in welke tijdspanne daarvoor nodig is. En ja, het zal je verbazen dat het, niet verbazen moet ik zeggen, dat het de verf van vandaag de dag veel langer meegaat als 10, 20 jaar geleden. De verf, de XD is van de eerste generatie XD en die is wat eerder mat geworden. Dan de SB die daar van daarvoor nog is, want zelfs die SB die heeft nog een behoorlijke glansgraad. De nieuwe generatie XD is weer anders van samenstelling, maar die blijft nu ook wel langer glanzen. Een minimale periode van 8 jaar kun je toch echt wel rekening mee houden. En een onderhoudsinterval van 10 jaar, daar rekenen we tegenwoordig mee. Je kunt het eigenlijk niet garanderen, maar je kunt er wel zeker van zijn dat een onderhoudsinterval van 10 jaar zeer haalbaar is. En een beetje service geven aan je klant is natuurlijk nooit kwaad.